Theatergroep Droog heeft opgetreden in het kleine theater Poza in Lelystad. En gaat nu ook optreden in Dronten. En er is nog een weekendje Poza Lelystad aan vast. Hè? Ja, Wim Bok en Jan-Willem van der Kort, beide spelers, zijn in de studio. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Nou, wat gaat er gebeuren vanavond? Ja. We hopen dat die zaal helemaal vol zit vanavond natuurlijk. Ja. Dat is het eerste wat we hopen. En wat is er voor zaaltje? Het is de kleine zaal van de Meerpaal. En dat is voor ons natuurlijk een heerlijke zaal, omdat we dan lekker dicht bij het publiek zitten. En ook heerlijk op de eerste rij meteen de mensen kunnen verrassen. En dat is het lekker aan zo'n kleine zaal spelen. Ja. Wim, hoe klein is klein? Wat kan erin? In de Meerpaal? De zaal van de Meerpaal, dat zijn er zo'n 140. 140? Oké. Ja. Ja, want je hebt 2 keer gespeeld in een uitverkocht Poza-theater in Lelystad. Daar past 85 man in, toch? Jawel? Ja, past 85 in. Maar ja, de kaartverkoop ging zo rap dat daar zelfs al tegen de 90, 95 mensen ingezeten hebben. En dat gaat voor de komende voorstellingen weer gebeuren. Dus we hebben daar zelfs over de 100% verkocht. Dus dat gaat heel, heel lekker. Kijk, dat klinkt goed. Dan moet het goed zijn natuurlijk ook. Ja, wij vinden van wel. Ja, want wat gebeurt er? Waar gaat het over? Waar gaat het over? Het stuk heet Hemel op aarde. En het thema is eigenlijk dat iedereen op zoek is naar een eigen hemel op aarde. En dat kan als je je openstelt en goed luistert. Vooral naar jezelf en naar de ander. Om inderdaad die hemel op aarde te kunnen creëren. En dat zit er heel duidelijk in. En muziek is daar een hele belangrijke drijfveer om je eigen stem te vinden. En dat zie je ook terug in het verhaal van Hemel op aarde. En heb je dat zelf verzonnen of aangekocht, Jan-Willem? Nou, het is een bestaand verhaal. Het is oorspronkelijk een Zweedse film uit 2004, als ik het goed heb. Ja. De film As It Is In Heaven. Oh, die natuurlijk! Ja, die natuurlijk. En heel bekend. En daar is natuurlijk ook een hele bekende hit uitgekomen. Gabriella's Song. Ja. Dat nummer zit dus ook halverwege ons theaterstuk. En je stem vinden. Gabriella vindt in het stuk ook haar stem. Door op te komen tegen haar man. Die haar continu slaat. En kapot maakt. Letterlijk en figuurlijk. En daar gaat ze tegen in opstand. En maar het is toch ook een leuk stuk? Ja, het is een heel leuk stuk. Het is ook een heel leuk stuk. Maar begin met mishandeling van de vrouw. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat zit er dus ook in. Maar er zitten ook lijnen in van... ik heb zelf een rol van Arne die ook Homfried pest. En uiteindelijk komt er dus ook een keerpunt dat die Homfried volledig voor zichzelf durft op te komen. En dan zal je zien dat hij dat echt een andere wending krijgt in het stuk. Waardoor iedereen wat losser en wat vrolijker en wat vrijer met elkaar wordt. En het grote conflict speelt zich af tussen Stieg, de dominee die ik dan speel, en Daniel. De dominee staat voor het gezag, het woord gods. En dat probeert hij ook te handhaven. En daarnaast is Daniel degene die met muziek probeert ieder zijn eigen stem te laten vinden. En dat conflict wordt uitgespeeld. En dat is een prachtige ontwikkeling die zich voordoet in dat stuk. Ja, in die film kan ik me herinneren dat ik aan het einde wel enorm moest huilen. Gaan mensen met natte ogen de zaal uit? Het is natuurlijk een emotioneel verhaal. Ja. En mensen gaan met een natte ogen de zaal uit, maar ook wel met een glimlach. Okay, want er zit ook een hele mooie, luchtige stuk in. En dat is natuurlijk altijd met een dramatisch stuk als dit. Dat je altijd, de lach en de traan liggen heel dicht bij elkaar. Ja, het is zo geweest dat jullie 2 keer de Poza hebben uitverkocht. Het kleine Vestzaktheater in Lelystad. Vanavond staat Dront op het programma. Hoeveel kaarten nog? Nou, ik heb net even de Meerpaal aan de lijn gehad. Want ik stond ook even te kijken op hun site van, goh, zijn er nog wel kaarten? Maar ik hoorde dat er ongeveer zo tussen de 20 en 25 kaarten nog beschikbaar zijn. Dus voor de zaal van 140? Voor de zaal dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Ja. Dus ik zat ter voorbereiding van dit gesprek op Poza weer te kijken. Want jullie herhalen volgend weekend nog 2 voorstellingen. Ja. Ook weer in Lelystad. Ja. Hoe is het daarmee? Nou ja, ik moet helaas zeggen dat ook die al uitverkocht zijn. Oh. Ze staan nog niet op de site als uitverkocht, maar er is een wachtlijst, hoor ik. Dus als mensen nog willen kijken... Ja, veel griep, dan kan je er nog bij. Maar kom dan vanavond naar Dronten toe als je... Komen. Ja. Okay, maar hoe verklaren jullie dit succes? Kan dat? We hebben toch wel in al die jaren toch een vaste schare aan fans opgebouwd. Als je die mensen dan ook weer spreekt na een voorstelling, die zijn zo enthousiast. Ik sprak gisteren toevallig nog een echtpaar buiten. En ik heb een kwartier met ze gesproken en die waren zo enthousiast. Dus, en dat zijn heel veel mensen. Okay. Dus, die laatste 20 moet dan een makkie zijn. Lijkt me ook. Vanavond. Nou ja, ik hoorde dat jullie al komen. Dus, entree en tijd? Vertel nog even. De entree is €12,50. En we beginnen om 7:15 in de Meerpaal. Dank jullie wel. Jan, Willem van der Kort en Wim Bok. Die laatste speelt de dominee in Droog.